allemaal, welkom bij weer een nieuwe Voetbalshop Review. Met vandaag, welke schoenen gaan er op het komende EK gedragen worden? Maar natuurlijk, zoals altijd, eerst de kijkersvraag. En de kijkersvraag van vandaag is, welke officiële wedstrijdbal is nou het beste? En ja, het wordt een heel suf antwoord eigenlijk, want dat is echt een beetje een persoonlijke voorkeur. Welke bal vind je het mooist en welke bal vind je het lekkerste spelen? Mijn persoonlijke favoriete bal is de Jabulani van het WK van 2010. Ook wel bekend als de Swarabal. De keepers vonden hem verschrikkelijk, maar de spelers die raakten die bal en die bal vloog alle kanten op. En voor mij was dat een heel goed excuus om gewoon altijd de bal de schuld te geven als ik weer eens naschoot. De officiële wedstrijdbal van het komende EK... Dankjewel. ...is deze bal. En dat is ook een hele gave bal. En misschien wordt dit wel jouw favoriet. En dat was de bal. Maar wat wordt jouw favoriete voetbalschoen voor het komende EK? Misschien wel deze nieuwe Adidas X-Ghosted van het Super Spectral Pack dat vandaag is uitgekomen. Zoals we gewend zijn van de X-Ghosted voetbalschoenen van Adidas, zijn deze super licht. Ze zijn maar 190 gram en zijn gemaakt van hele dunne en lichte materialen. Bijvoorbeeld de onderkant, die weer is gemaakt van carbon, wat een van de lichtste en sterkste materialen is die je voor een soulplaat kan bedenken. Dit zijn de schoenen die we zeker op het EK gaan zien door spelers die zich in de kijkers willen spelen. Ze zullen onder andere gedragen worden door spelers van het Nederlands elftal, Belgische elftal en Spanje. Dit was deze review. Wil je nou meer content rondom het EK? Hou dan dit kanaal in de gaten. Hoe kun je dat het beste doen? Nou, door te abonneren. Vond je hem leuk? Druk op dat duimpje omhoog en laat in de reacties weten wat je ervan vond. Heb je nog vragen? Laat die dan ook in de reacties achter, zodat ik ze in een volgende video kan behandelen. Tot de volgende video!